Ja, dank u wel voor uw warm applaus. Is speciaal voor jou, Ziara, ons bingoballenmeisje. En die kunnen elk moment... Hallo. Kan u even hier komen? Ja, ik ben bezig. Maar ik ben daar, kan ik even hier komen? Ik ben, Excuses, dames en heren, ogenblikje. Wat is er aan de hand? Het zit zo, ik ben nu van de bingo. Ik ben van de bingo, ja. Ik ben de achterportier. Ik sta hier bij de achterdeur. Ja. Ik sta bij de artiesten ingang. Ja, nou en? Nou, er was net een man en die zei, ik ben ook van de bingo. Ik kom de prijzen brengen. Was dat bij de achterdeur? Je moet nu komen. Ja, maar hij kan niet parkeren. Hij kan niet parkeren? Hij kan misschien wel parkeren, maar hij kan niet parkeren. Oh, duidelijk. Dus hij zegt tegen mij, als ik kan u even gaan zeggen dat het later gaat worden. Dan later wordt? Ik heb het al aangekondigd. Ja, maar hij kan niet parkeren. Hier, meisjes staan wel, de bingoballen, ik ben al begonnen. Och jee, nou. Ik ben benieuwd hoe u dat gaat oplossen. Dan ga ik weer terug naar de deur. Ik heb genoeg mijn portier, wacht even. Hallo, meneer portier. Ja. U zegt het dan wel zo makkelijk, maar ik bedoel, hoe lang kan het wel niet gaan duren? Nou, ik zag hem richting Duitse grens vertrekken, dus ja, hoe lang gaat dat duren? Maar ik kan hier niet blijven, ik moet terug naar de deur. Nee, dan hebben we echt even een probleem. Nou, misschien dat jullie de prijs even opvangen, jongens, als hij komt. Ja. Ik moet naar de deur. Maar het is misschien leuk ik ben de portier, ik sta bij de achterdeur, ik sta bij de artiesteningang en bij de artiestenuitgang. Ja. Heel dus interessant. Het is eigenlijk een dubbele functie, zou ik maar zeggen, die slechts één keer betaald wordt. Maar goed, het is toch helemaal zo. Helaas. Maar goed, dat was ruzie. Het is misschien leuk om eventjes wat te overbruggen. Nou, en mensen vinden het toch interessant. Ja. Een man uit het vak. Ja, zo vaak kom je dat niet tegen. Ja, maar ik heb daar geen tijd stukje voor. Stukje human interest. Ik ben de portier en hij is de deur. We kennen niet zonder elkaar. Mogen we even kennis maken met u? Nou, hoe is uw naam? Mijn naam is Don. Dom. De heer Don. Ja, ja. D-O-M. De heer Dom. Zoals je het zegt. Ik ben de portier. Ja, dat de is heer duidelijk. Dom. Okay. De heer Dom. Ja. En uw voornaam luidt? Nou, dat hoeft er nou niet bij. Dat is niet zo. Maar het is niet zo relevant, zal maar zeggen. Dat maakt ja, maar niet het zo... is toch wel losser, even gezelliger. Odie. Oeh! Ik praat daar liever niet over. Nee, dat is een geintje geweest van mijn vader. En daar hebben ze erg om gelachen bij het loket. Maar ik zit er nou mee. Leuk geintje. Dus ik praat er liever niet over. Okay. Niet we maken er geen woorden meer aan liever vuil. Niet gaan. We houden het gewoon zo. Meneer Dom dan? Nou, nee, het is niet meneer Dom dan. Nee, dan maken wij u zeggen, het is de heer Dom. Er komt niks achteraan. Nee, dat weet ik wel. Oh, omdat u zei meneer Dom dan. Nee, maar dat is niet goed, het is de heer Dom. En verder niks. Oké, goed. Meneer Dom, het is helemaal duidelijk. You made your point. Meneer Dom dus. Nee. Nee, als het niet meneer Dom dan is, dus ook niet. Er komt niks achter. Nee. Het is gewoon de heer Dom en dan houdt het op. Er zit dat is ook dat. Je kan er bijna geen fouten mee maken. Het is toch raar. Dat je helemaal mijn fout, meneer Dom. Het is toch niet zo moeilijk, gewoon de heer Dom en dan verder... Slip of the tongue, sorry. Het zal niet meer voorkomen. Het is meneer Dom. Hoem. Ho. Gooi eruit. Gooi er. Kom maar, ik ben verpleger. Nee. Ik ben verpleger geweest. Kom ik maar. Geef alleen maar aan dat er niks meer komt. Oh. Komt toch een theelepeltje mee. Okay. Jongens, de prijzen nog niet? Nog niet? Nee? Meneer Dom, ik hoor net dat de prijzen nog even op zich laten wat wachten. Wat jammer. Ik ga ervan door. Ik moet oh, doorgaan. Misschien is dat leuk. We doen even een klein televisiespelletje. Ja, maar niet jongens, met mij. Jongens, breng die belspelkast eens even. Nou, nee, maar ik moet niet... Wat, ik heb er geen tijd voor. De deur. Even, jawel, dat begrijp ik. Maar het is heel kort. Kijk eens wat er voor u aankomt. Hé, hey, hallo, 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 hallo. Hallo, meneer Dom. Die kennen hardlopen, die dingen. Nou, hè. Maar het is het wildseizoen. Ja. Meneer Dom, als u even kijkt, dit is een belspelkast. Zo, dat zal wel gekost hebben. Nou, ze zijn ermee gestopt, we konden hem overnemen. Is dat een echt rolgordijntje? Ja, dat is een echt rolgordijntje, ik zal hem even laten rollen. Netjes afgewerkt ook aan de bovenkant. Dank u wel, meneer Dom. Kijk, hier gaat het om. We hebben hier drie woordjes. We zoeken één woordje voor ik. Zowel hierachter met die als woorden, hiervoor. Ja. Nou, dat ken ik. Maar andere keer graag. Ik heb er nou geen tijd voor. Ik ga liever naar het ze staan op mijn we bar. Begrijpen dat u een beetje geïntimideerd bent. Nou, nee, daar zoveel... gaat het niet om. Maar ik heb gewoon geen tijd. Ik het is een heel simpel spelletje. Tuurlijk, als u het presenteert zal het niet moeilijk zijn. Maar ik heb er geen tijd voor. Ik moet terug naar de deur. Ik ga u helpen, hoor. Dat hoeft echt niet. Nee, ik laat u niet zakken. Ik geef u een aanwijzing en dan komen we er samen uit. Hier komt de eerste aanwijzing, meneer Dom. Er zit een zadel op. Pony. Pony. Daar zit een zadel op, ja. Dat dacht ik. Maar, ik weet het namelijk maar al te goed. Ik ben namelijk opgegroeid met ponies. Ik heb van kinds af aan heb ik altijd een pony gehad. Dat is zo leuk dat u erover begint trouwens. Ja, dat is een fobie geworden, zal ik maar zeggen. Ik heb altijd met ponies omgegaan. Ik ben zelfs nu doorgedrongen tot voorzitter van de Bredaarse ponyvereniging. Hup, daar gaat hij weer. Oh.
En dat is een, ja, dat is een eind rijden vanaf Utrecht. Maar ja, je komt er en dan ben je toch ben je blij. Als je, ja, en dan dus zit je de hele vrije zaterdag zit je tussen die ponies. Ja, ja, heel dat belangrijk. Dat is leuk natuurlijk. Ja, fijn. Leuk om een hobby te hebben, zeker als je wat rijpere leeftijd hebt bereikt. Daar doe ik uiteraard. Voor. Meneer Dom, om even in de termen te blijven, we zitten nog niet op het juiste spoor. Ach, wat jammer. Daarom geef ik u nog een hint. Nou, hoeft echt niet, want ik moet terug naar de deur. Ik geef hem aan u. Hier is de aanwijzing. Op een oude puntje moet je het leren. Ja, dat klopt. Dat is ook, dat wordt ook zelfs vanuit de vereniging geadviseerd om het op een oude pony te gaan leren. Er zijn heel veel mensen die klimmen gelijk op die jonge ponies. Maar ja, die vliegen door de vangrail en die gaan door de hoeven natuurlijk. Ja. Maar die oude ponies, ja, die gebruiken wij voornamelijk om de mensen te leren opstappen. Omdat ze altijd blijven liggen. Ja. Je krijgt ze niet meer overeind, die oude ponies natuurlijk. En je die vast half hebt, dan is je weekend om. Dus zodoende is dat een mooie methode. En dat kan ook geen gevaar, tenzij ze omrollen. Omrollen? Dan leg je eronder, hè. Ja, ja. Oké, meneer Dom, heel leuk, al die wetenswaardigheden. Nemen ze ter harte. Ik heb nu een aanwijzing, als u die hoort, maar dan, moet ik dan echt raad u het woordje. Dat is dan de laatste, want dan ga ik er even van door. Meneer Dom, als u even wilt opletten. Och jee, vergeet op slot te zetten. Godverdorie, zegt dat is ook wat. Ja, daar wordt voor gewaarschuwd hier in de buurt. Hè? Ja, dom van mij. Nou, dat wordt een flinke reparatie als ik het zo bekijk. Ik ben ook bang voor. Godverdorie, meneer Dom, hier komt voor u het geluidsfragment. Nou, even, als u even wilt opletten. Snel dan, ik luister. Ja. Ze staan te bellen bij de deur. Nee, dat was ik. Ze staan te bellen bij de deur. Nee, ik moet er nu echt vandoor. Dat was erg informatief. Het gaat nu een beetje lang duren. Ja, want ik dus, de mensen willen graag aan de bingo. Ja, en ik dus ook. Ik ga u even heel snel doorheen helpen. We nemen u terug in de tijd, meneer Dom. We gaan terug naar uw jeugd. U bent een jongetje van 10, 11 jaar pakweg. En u gaat 's ochtends vroeg naar school. U heeft een ontbijtje gehad. En daar gaat u hoor. Nou, we hadden bij ons thuis geen ontbijtje hoor. Geen ontbijtje. Dat was er bij ons thuis niet bij, een ontbijtje. Ik heb nooit een ontbijtje gezien bij ons thuis. Hoor. Dat was je nest uit en op sodemieten. We gaan eens gezellig ontbijten met z'n allen. Dat is er bij ons thuis nooit bij geweest, een ontbijtje. Het was jammer genoeg, maar ik heb het nooit gezien, een ontbijtje. Andere tijden misschien? Maar hele andere tijden, kan ik wel zeggen. Nou, nooit een ontbijtje. Voor het verhaal is het niet belangrijk. Voor het verhaal misschien niet, maar voor mij was het erg prettig geweest om een ontbijtje te hebben. Ik heb het gewoon niet gekregen. Er was bij ons geen ontbijtje bij. Nooit een ontbijtje gezien. Nooit, nooit. Nou, gelukkig is het tegenwoordig anders. Verjaardag, nooit. Meneer Dom, vergeet het ontbijtje. Ik hoef het niet te vergeten, we kregen het niet. Er was gewoon geen ontbijtje bij. Duidelijk. We gaan toch naar school, meneer Dom. Ja. Uw moeder staat nog even te zwaaien bij het tuinhekje. Tuinhekje? We hadden thuis geen tuinhekje. Geen tuinhekje. Nee, we hebben nooit een tuinhekje gehad. We hadden ook geen tuin, dus dat moet je dan met een tuinhekje. Nee. Maar een beetje raar als je een tuinhekje hebt en je hebt geen tuin. Hè? Nee, als je een tuin hebt zonder tuinhekje, dat zou nog kunnen natuurlijk. Maar als je een tuinhekje hebt, waarom heb je een tuin? Je vraagt het ook niet, maar wie hebben voor je verjaardag een tuinhekje? Wat moet je met een tuinhekje? We hebben geen tuin. Nee, dan zit je in de meneer Dom, we vergeten het tuinhekje. Ik hoef het niet te vergeten, we hadden helemaal geen tuinhekje. Dat zag ik net te vertellen. Ja, maar ik hoor nu de schoolbel gaan, dus we moeten nu wel een beetje op gaan schieten. U gaat nu naar school, uw moeder staat te zwaaien op het balkon. We hadden geen balkon. We hebben nooit een balkon gehad. We hebben altijd graag een balkon willen hebben, maar we hadden geen balkon. Oh, nou, jammer. Onze buren hadden wel een balkon, maar wij hadden zelf... Ik ben er op pijnlijke wijze achter gekomen dat we geen balkon hadden. Er werd een keer bij ons thuis gebeld en mijn moeder doet open. Toen lag ik voor de deur. Ze zegt, waar kom jij nou vandaan? Ik zeg, van balkon. Ze zeggen, we hebben helemaal geen balkon. Toen heb ik het nog twee keer geprobeerd, maar inderdaad zat gelijk. We hadden helemaal geen balkon. Okay. Maar dat zeg ik, onze buren hadden dus wel een balkon, maar die hadden een heel eigenaardig balkon. Die hadden een balkon dat was ondersteboven tegen de muur aangeplakt. Ja. Was in de tijd was de bouwtekening op zijn kop gehouden, of hoe dan ook in ieder geval. Die hadden dus een balkon, daar kon je onder staan. Daar heb je weinig aan een balkon, moet je opstaan. Ja. Leuk, sta je op. Maar als je eronder moet gaan staan, ziet niemand dat je staat te zwaaien. Je kan wel zwaaien, maar niemand ziet het, want je staat in donker natuurlijk. Okay. Dan kan je beter een afdakje. Een afdakje, daar ga je onder staan. Dat is niet gek. Je gaat niet op een afdakje. Daar gaat nooit iemand op een afdakje staan. En zeg maar, onder een balkon is nog veel gekker natuurlijk. Goed. En dan kijken ze met zaklantaarns onder een balkon om elkaar toch te kunnen zien. Ja. Je hebt niks aan een balkon, nee, ondersteboven, daar heb je weinig aan. Totaal zinloos. Het enige voordeel van een balkon ondersteboven is dat er kan niks afvallen, want je kan er ook niks opzetten. Nee. Dat is eigenlijk het enige voordeel. Wat je meneer Dom, elk voordeel heeft zijn nadeel. Ja. We gaan nu naar school, meneer Dom, en dan zit u op een... Op een pony. Dat sta ik u net te vertellen. Ik heb mijn leven lang met een pony omgegaan. Ik heb altijd een pony gehad. Ik was zo groot, had ik al een pony. Dat was zo leuk. Ik had namelijk een pony gekregen van mijn oma. Oh. Mijn oma die werkte op een boerderij als garnalenplukster. En die had mij een pony gegeven. En die had ik ook een grappige naam gegeven, die pony. Die had ik genoemd Pony Sinclair. Nou, ja.
Wat is natuurlijk uiterst geestig als je een Bonnie hebt. En je noemt het dan Bonnie Sinclair. Want je had ook in de tijd zo'n zangeresje. En die heette Bonnie Sinclair. Dus dat was een leuke coexistentie. Ja. Dat leek erg op elkaar natuurlijk. Heel, ja. En er was van alles aan de gang met dat zangeresje. Die stond voortdurend in de bladen. Dat was allemaal misgegaan en foute boelen. Die was aan de gang geweest met een of andere gesjeesde quizmaster. En dat was helemaal uit de rails gegaan. En de bladen schreven erover. En de stukken met foto's erbij. De mensen gaven het allemaal op straat. Heb je het al gelezen? Als ik misschien ook even mag, ja. Ik weet uit hele betrouwbare bron dat zij alleen maar met hem gezongen heeft, hoor. Ja, voor het zingen was die al op. Wat een slimme vogel, natuurlijk. Nee, daar lette hij wel op. Maar goed, ik sta er nou over te praten. Ja, ja. Maar het is een oud verhaal, heel natuurlijk. Oud verhaal, het is, je hoort er niks meer van. Nee, dus, meer. Van alle twee niet meer, trouwens. Nee. Dus het is een, misschien maar... Over. Maar omdat u erover begint, ik denk, ik ga er misschien maar beter. Door, natuurlijk. Dus u ging op de pony naar school, meneer Dom? Ja, wat inderdaad. Leuk. Ja. Vertelt u ons er iets meer over? Nou, ik ging op de pony naar school en dat was wel leuk. Want dan mocht ik hem ook altijd van de meester binnenzetten. Ik mocht hem meenemen de klas in de pony. Ja, binnen. Buiten werd hij gejat, natuurlijk. Ja, heb ik een keer gehad. Had ik hem buiten laten staan, vergeten op slot te zetten. En toen kwam ik in de pauze weer terug. En toen hadden de jongens van de zesde klas hadden mijn pony boven in de lantaarnpaal gehangen. Nou, zie die er dan maar weer eens uit te krijgen, natuurlijk. Hè. Had ik wel zo'n ponylokdoosje, maar ja, dat reageert hij al lang niet meer op. Dus dan gingen we met de hele klas rond de paal staan. En dan zongen we, pony, kom je naar beneden. Maar hij hield zich goed vast in die paal en dan zette hij zijn nageltjes in die paal. En dan kreeg hij bij normaal dat zoog vast. Dan kreeg hij dat ging vacuüm. Ja, dan kan je op wachten. Ja, dan had u niet beter de brandweer kunnen bellen? De brandweer bellen? Ja, dat had ik gedaan in zo'n geval. Nou, ik denk niet dat ze je bij de brandweer erg serieus nemen als je opbelt om te vertellen dat je pony boven in de lantaarnpaal hangt, denk ik ook niet. Ik denk niet dat ze dan gelijk uitdrukken met zalen, lijkt mij, hè? Nee, die pater had toch gelijk. Tja. Een heel orkest op de bühne zijn. Ja, ja. Er ontgaat u niks, hè, meneer Dom? Nee. Meneer Dom. Ja. We zijn u erg dankbaar dat u even de tijd hebt willen nemen. Dan ga ik nu terug. Even wat willen overbruggen. Heel graag. Heel hartelijk dank. Graag nog gedaan. Vele gezonde jaren bij de deur. En goed. Namens ons allemaal hier aanwezig. De hartelijke groeten aan de pony. En geef hem een lekker winterpeen. Wat is er? Wat is er? Wat is er nou? Dat had u beter niet kunnen zeggen. Wat dan? Pony. Is. Oh, u heeft hem niet meer? Niet meer, de pony is... Oh, hij is niet... Hij is overleden. Oh, sorry. Hij is overleden, de pony. Oh. Het is even een pijnlijk moment. Ja, nee, sorry. Dat kon ik niet weten. Oh, dat spijt me nou. Het schiet ineens even vol, natuurlijk. Ja, begrijpelijk. Op momenten dat je er niet aan denkt, maar als je erover begint... Dan... met de kerstdagen? Ja, ik heb hem 15 jaar gehad. 15 jaar? Ja, dat is een hele tijd, natuurlijk. Ja, dan ga je hecht aan zo'n dier. Vriend. Een vriend. Vriend. Ja, ja, u zegt het. Vriend. Och. Vriend. Nou. Ja, dat was een vriend. Ik heb hem ook zelf begraven. U heeft hem zelf begraven? Dat vond ik wel netjes, na 15 jaar, om dat zelf te doen. Dat moet een hele zware klus geweest zijn. Hele zware klus, kan ik u zeggen. Dat wil ik best geloven. Ja, dat was zeker een zware klus. Ik heb 3 kuilen moeten graven, dus u kunt wel nagaan. Dat is een... 3 kuilen? Een flinke klus geweest. Waarom 3? Die eerste 2 waren te klein. Dus dan sta je toch... Sorry, nee, meneer Dom, ik leef met u mee. Nou, dat weet u goed te verbergen. Maar... Nee, een beetje emotioneel misschien. Ja. Sorry, meneer Dom, dat het gesprek zo'n wending heeft gekregen. En nogmaals, we wensen u hele fijne dagen. En we hopen dat u gauw weer een trouwe viervoeter... Wat is er? Wat is er? Meneer Dom, wat heb ik nou weer gezegd? Hij had maar 3 pootjes. Ja, ja. Maar die kunnen ook heel lief zijn. Hij stond altijd in de hoek van de stal. In de hoek? Waarom in de hoek? Dus viel hij om natuurlijk.
Oké. Nou, het komt allemaal weer goed. Ja. Rustig. Ja. Het zit u ook niet mee, hè? Je hebt wel eens van die... Oké. Nou, meneer Dom, u heeft ons nog. En misschien dat u toch weer gauw een leuk huisdier vindt. En hartelijk dank. Ja. En dat woordje, dat vergeten we maar. Van die fiets, ja, dat vergeten we maar. Dat zag ik al toen ik binnenkwam, ja. Dat de fiets moest staan. De bromfiets en de fietsstart en de bak. U zag het al toen u binnenkwam? Natuurlijk zag ik dat al. Waarom zei u het niet? Ik wou niet dom overkomen. Oh. Ik ga niet terug naar de deur. Als die man met die bingo-prijzen komt, dan stuur ik er wel nogmaals weer. Nogmaals bedankt, hoor. Ja, het is goed. Dank u. Geef nog even een applausje, meneer Dom.